Welkom, lieve kijkers van HTR Radio en TV. Naast mij zit Rinus Krijger. En Rinus Krijger is voorzitter van Stichting Dillenburg Park. Ja, hoe komt het toch zo dat je verzeld geraakt bent in dit sportieve gebeuren? Nou, ik ben voorzitter van DAC ook nog naast Stichting Dillenburg Park. Ik ben ook trainer. Ik ben ook zelfs actief hardloper. En dan ben je met sporten en bewegen bezig. En in die hoedanigheid kwam ik wel eens op een sportbeurzen en daar zag ik het Athletic Skills Model... ...en dat is gebaseerd op de tien basisbewegingsvormen. Ik vond dat heel interessant om dat voor onze atletiekvereniging te hebben... ...omdat je dan ook veel breder kan gaan trainen. Alleen ja, het concept is zo uitgebreid, dat is gewoon veel te veel voor een atletiekvereniging om te doen. Toen ben ik in contact gekomen met het Gezondheidscentrum. John Hurkmans, die zit ook in de stichting. En die vindt het ook interessant... Stichting De Schroef is erbij betrokken, om dus gewoon het totale park, dat concept, te gaan positioneren. En daar zijn we dus nu 4,5 jaar mee bezig. Ja, want aan de oostkant zijn er uh, plannen om dat vooral uit te werken tot um, extra beweegactiviteiten. Ja. In ons voorgesprek had je het over dat er ook nog een stukje revalidatiemogelijkheid is. Het is ontzettend breed. Ja. Ik zou zeggen, daar zullen we eens eventjes op gaan inzoomen. Vertel daar eens wat meer over. Nou, kijk, het gezondheidscentrum, dat zit hier vlakbij, en die willen ook graag in verband met revalidatie mogelijkheden hebben. Nou, dit soort omgevingen leent zich daar uitstekend voor. Je kan dus bijvoorbeeld een beweegbank, daar kun je aan hangen, daar kun je allerlei oefeningen mee doen. Dat is voor iedereen geschikt. Het wordt niet uh, uitsluitend voor het gezondheidscentrum, het wordt voor iedereen. Het blijft een open omgeving. En. Zo komen er we zijn bezig met calisthenics. Dat zijn apparaten, daar kun je gaan hangen. Dan kun je met je eigen lichaamsgewicht kun je wat dingen doen. Dat wil niet zeggen dat het allemaal bodybuilders zijn die daar gaan hangen. Die zullen er ook zijn. Maar het gaat ook om het bewegen, je lichaam in conditie houden. En dat is wat we aan die kant willen doen. En dan ook nog een deel, moeten we even kijken, uh, mogelijk een pumptrek. Dat is tegenwoordig heel populair onder de jeugd. Dat is een baan waar ze met fietsjes en stepjes op kunnen gaan. En dat is super populair. We hadden het zojuist over revalidatie en over conditie, hè? dus het werken aan je conditie. Um, het is van levensbelang om gewoon een goede conditie te hebben. Want als je ziek bent, je geneest stukken sneller um, wanneer je voldoende beweegt. In ons voorgesprek hadden we het ook over: van, moeten we hiervoor dan ook abonnementen afsluiten? En daar hadden we een heel duidelijk antwoord over. Nee. Nee, de abonnementen is, is absoluut niet van toepassing. Waar we het hier over hebben is dat het is openbaar terrein is. Dat blijft ook openbaar. Het is voor iedereen toegankelijk. Het zou best kunnen zijn natuurlijk dat er uh, uh, sportcentra gebruik willen maken. Uh, Medifit, uh, al, al dat soort bedrijven. Misschien dat we daar dan andere regelingen voor gaan treffen. Maar in principe, alles wat er is, blijft openbaar en voor iedereen toegankelijk. Op jullie website zag ik de drie pootjes staan voor een hondenuitlaatveldje en voor een speeltuin en voor het beweegpark. Toen mijn oog viel op het speeltuintje, toen had ik zoiets van, hé, dat is eigenlijk ook wel een heel mooi initiatief. Want zo creëer je dat kinderen al vroegtijdig voor beweging geïnteresseerd raken. Hebben jullie speciale ideeën of eisen of dingetjes waarvan je zegt van, daar moet een speeltuintje aan voldoen? Nou, kijk, wij zijn als Stichting. Wij, wij pretenderen niet dat we overal kennis van hebben. Want dat is gewoon niet waar. Wij willen gewoon mensen aanzien te haken. En ook bedrijven die daar verstand van hebben. Dat soort inrichtingsaspecten. Wij zijn de initiatiefnemers, wij hebben de ideeën. Maar hoe het daadwerkelijk gaat worden, daar hebben we specialisten voor nodig. Wij zijn geen bewegings. -agoge. Nee, nee dat, dat, dat pretenderen we ook absoluut niet te zijn. Natuurlijk, vanuit de, 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 uh, het gezondheidscentrum, die hebben daar wel kennis van en die gaan dat ook wel inzetten. Maar voor jeugdspeciale beweegtoestellen en dat soort dingen, daar gaan we echt wel uh, specialisten voor inschakelen. Als ik over de terrein loopt, dan zie je dat, heel, dat hier heel veel gebeurt. Hier zijn heel veel verenigingen, kinderopvang is hier mogelijk. Alles is hier eigenlijk mogelijk. Hè? Dus het is al een heel toegankelijk geheel. Ja, dat, dat is het ook. En eigenlijk zou, dat willen we dat nog meer toegankelijker gaan maken. Kijk, er zijn nu hele stukken die. Het blijft een park. Dat moeten we heel ook duidelijk uh, zo laten. Want anders. Dan, ja, het parkeffect moet er gewoon blijven. Maar daarbinnen kun je zoveel mooie dingen doen. En het natuurlijke terrein gebruiken om wat. Andere dingen te doen. Bijvoorbeeld, er zitten wat hellentjes in. Nou, dat zou je ook uitstekend kunnen gebruiken. Om bijvoorbeeld looptrainingen te doen. Of een trappen op te lopen. Waarmee je de mensen dus activeert om dingen te doen. We willen die omgeving zo creëren dat, het, dat mensen gewoon denken, ik ga bewegen. Dat was precies wat ik zojuist al wilde zeggen. Hè? Want ook al heb je niks met bewegen, op het moment als je hier binnenkomt, dan word je nieuwsgierig en je hebt toch zoiets van, maar ik wil hier nog wel een keer terug. Ik wil toch weten wat mijn mogelijkheden zijn tot bewegen. Ja. En als je dan gaat kijken dat er uh, uh, het, het kinderspeeltuintje hebben we, uh, besproken voor een klein gedeelte en ook het beweeggedeelte. Dan hebben we ook nog een hondenuitrenveldje, ja. wat natuurlijk ook zijn aandacht verdient. Wat is de rode draad tussen deze drie pootjes? Bewegen, beleven, ontmoeten. Dat is wat er moet gebeuren. Als mensen hier in het park die komen hier wandelen. Wat het punt nu is, je, je ziet heel veel beweging. Alleen het is allemaal gerelateerd aan de, voor, heel veel aan de verenigingen. Dat willen we dat dus op de open stukken ook meer beweging komt. Zien bewegen doet bewegen. En als we dus gewoon een omgeving hebben waar jeugd, jongeren aan het bewegen zijn. We hopen dat. Oud, want bewegen wordt gezegd: de jongeren bewegen te weinig. Maar de ouderen ook hoor. <laughs> dat, 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 dat is absoluut een feit. Het zijn niet alleen de jongeren. Ouderen ook. Het is de hele lijn. En wat we natuurlijk met, uh, met COVID gezien hebben, wat natuurlijk een heel vervelend iets was. Maar er is wel uitgebreken: mensen die beter bewegen, meer bewegen, er beter doorheen komen. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja, we hadden het daar zojuist al over: hè? dat conditie gewoon. We zeggen wel eens, het is van levensbelang. Het is letterlijk van levensbelang. Ja. Als je, um, en COVID heeft inderdaad daar um, laten zien dat toen de sportclubs stillagen uh, en dat mensen gingen snikken. we hadden het over corona kilo's en allemaal dat soort dingen, waar een mens niet gezonder van wordt. Ik denk als je dan op zo'n park rond zou lopen, en hè, want we mochten nog net wel naar buiten, en als je dan ziet dat hier een hoop buitentoestellen zijn. Dan denk ja, ik dat je. Was het er maar eerder al? Ja, dat klopt. Het, het is zelfs zo. Je zegt dus over gezondheid. Er zijn, lopen nu een aantal uh, onderzoeken en tests. Dat mensen die voor een zware operatie moeten. die laten ze. Een week of vijf, zes van tevoren. laten ze beginnen met conditietrainingen. Niet al te zwaar. En die mensen die komen beter door de operatie heen. Dus je ziet dat er een heleboel effecten er zijn. En die gewoon gezond zijn om te bewegen. Absoluut noodzaak. Ja, want uh, op het moment als je ziek bent, dan uh, heeft je lichaam een zware strijd te voeren. Maar met een goede conditie kan jouw lichaam het aan. Dat is ja. een beetje het kort waar het ja, op neerkomt. Het is geen garantie, maar absoluut helpt dat uh, om er doorheen te komen. Ehm um... Als je de jeugd nou zou moeten motiveren om meer te bewegen, want daar ligt de basis van een goede leefstijl, hè? wat zou dan eigenlijk je slogan kunnen zijn? Boah, dat is een goede, wat dat een slogan is. Ja, ik denk dat je moet zorgen dat er een uitdagende omgeving is. En als je een uitdagende omgeving hebt, uh, het moet ook natuurlijk moet de jeugd beschermen dat ze niet de rare dingen doen, maar aan de andere kant het moet ook niet te beschermend zijn. Een keertje vallen kan geen kwaad hoor. Dat is echt uh, geen enkel probleem. Zorg dat het niet te beschermend wordt. Dat er uitdaging in zit. En als ze dat zien, dan gaan ze zelf ook meer bewegen. Nou, misschien dat je het dan kort kunt samenvatten met: uh, Durf te bewegen. Ja, inderdaad. Maar veel jeugd wil, dat, wil ook wel bewegen. En je ziet ook als ze dus activiteiten zien, dan gaan ze vanzelf al mee. En dat proberen we te bereiken. Zien bewegen doet bewegen. Uh, laten we hopen dat als de jeugd een gegeven moment bij elkaar komt, dat ze met een groepje gegeven ogenblik uh, zeggen van nou, weet je wat we gaan doen? We gaan dus lekker eventjes naar het Dillenburgpark. En of dat het uh, uh, ja, een beetje rennen is, of dat het toestellen uitproberen is, of wat dan ook. Het is natuurlijk heel belangrijk dat ze de weg sowieso weten te vinden. Dat is in de eerste plaats. En we zijn natuurlijk met meer dingen bezig. Wat we ook bezig willen hebben, is een. Parcours door het park heen met verschillende omgevingen. Zodat dat uitdaagt om te gaan lopen. Dat is van belang voor de sportverenigingen die hier zitten, want die kunnen op gevarieerde manieren trainen, wat belangrijk is. Maar het is ook een uitdaging voor de jeugd: van, hey, verdraai het niet alleen maar zo'n recht pad, nee, er zit meer in. We hebben in omgevingen gezien, dat was wel heel grappig, in Almere heeft men ook iets zo ingericht. Dat is heel sterk door de gemeente geïnitieerd. Ge ge Daar is een pad. Wat golvend loopt. Dat kun je gebruiken om te wandelen. Voor mensen die wat minder mobiel zijn. Er is heel veel te doen tegenwoordig om valpreventie. Daar kun je dat voor gebruiken. Maar het is zo ontworpen dat je ook met een scootmobiel eroverheen kan. En dat is, ook daar activeert het mensen om wat te doen. Dat zijn allemaal van die dingen die, die van belang zijn. Activeren. Activeren. Daar is natuurlijk ook... Die uh, crowdfundingsactie. Want daar hebben we het eigenlijk uh, ja. grotendeels ook over. Hè? Uh, er is een crowdfundingsactie gestart. Zowel voor het speeltuintje. als voor het honden en uh, het beweeggedeelte. Op jullie internetpagina kun je precies zien. voor hoeveel uh, er al uh, gesponsord is. De rode draad is het bewegen, het ontmoeten. En als ik dan denk van. Met corona hebben heel veel mensen een hond aangeschaft. om juist ja. na negen uur nog even de straat op te kunnen. Als er dan een, 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 hier een hondenuittrendveldje is. en mensen kunnen elkaar door be daardoor beter ontmoeten. Ik heb op t, uh, jullie internetpagina gekeken. en dan zie ik dat dat een beetje achterblijft. dan mogen mensen nog wel wat meer ook opstorten. Want dat zou wel leuk zijn als dat, ook, als dat doel ook nog net even gehaald wordt, hoor. Ja, dat klopt. Kijk, De andere kant is, we hebben dat, uh, dit uitgeschreven en aan de gemeente ingediend. We hebben 136 mensen hebben de petitie ondertekend om daar een hondenuitrenveld te krijgen. Dus dat is toch niet helemaal niks geweest. Uh, ja, de funding daarvan, dat is weer wat anders. Maar het hondenuitrenveld op zich, dat valt binnen de budgetten van de gemeente. Dat wordt door de gemeente aangelegd. Als wij daar binnen dat hondenuitrenveld een speelapparatuur neer willen zetten voor de honden... Dan moeten wij dat als stichting zelf financieren. Dat hopen we via crowdfunding dus te krijgen. Maar dat zou toch fantastisch zijn: dat als je hè, je hond ook in beweging wil houden. Want wat voor de mens natuurlijk heel gezond is, is voor de honden ook heel gezond. Eh, dat je door middel van speeltoestellen voor de hond het zo kunt eh, bewerkstelligen. dat baasje en hond allebei fit blijven. Dan vallen alle puzzelstukjes toch behoorlijk op zijn plek. Dat klopt. En bovendien, mensen ontmoeten elkaar. Er zijn natuurlijk binnen de gemeente al meerdere honden uitrenvelden, dus het, is niet, het concept is niet nieuw. Maar ja, goed, in deze omgeving, deze wijk, zou dat dan wel best weer uh, mooi zijn om dat hier te re realiseren. Ja, dan kom ik nou aan mijn slotvraag. En mijn slotvraag is, we hebben nou het, het een en ander al bekeken, hè? Van, van ik heb ze een beetje rondgelopen mm. hier. Ik heb een open veld gezien waar nog heel veel mogelijk is. Dan denk ik van, stel je nou voor, ik heb hier een glazen bol en ik kijk van, waar zouden wij over vijf jaar kunnen staan? Dan is mijn vraag, waar hoopt u over vijf jaar te staan? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, ik, ik, ik heb je verteld, we zijn al 4,5 jaar bezig, dus dat is al best een hele tijd. Er zit nu wel heel veel schot in. In de november heeft de, 10 november of 8 november, moet ik even de datum, weet ik niet meer uit mijn hoofd. Heeft de gemeente dus de begroting goedgekeurd? We hebben een projectplan ingediend met een begroting. En daar is 1,3 miljoen vrijgemaakt voor dit burgerinitiatief. Daarnaast moeten wij nog circa 700, 800.000 euro zelf zien optalen via fondsenwerving. Ja, ik hoop gewoon dat hier een uh, park is wat dan open is. Het liefst, eerlijk gezegd, alle hekken weg, helemaal open. Dat mensen hier gewoon 24 uur per dag kunnen bewegen. Dat er mensen zijn die hier rondlopen, die mensen kunnen assisteren met hoe te bewegen. Maar sommige dingen zijn een utopie, maar als je niet blijft dromen, komt het er nooit. Ja, laat het kort samenvatten, want het is, uh, het is in Drunen, maar... Woon je nou in Vlijmen, Haarsteeg, Heusden, Herpt, Hedekhuizen, weet het Dillenburgpark sowieso te vinden. Kijk ook heel eventjes op de website, want het is natuurlijk ook wel uh, heel belangrijk om te weten... Uh, ...wat je er kunt verwachten, maar dan staan jullie toekomstplannen ook een beetje uitgelegd. Ja, ja. Uh, ik zou zeggen, noem de website maar eventjes op. www.dillepark.nl En daar kun je alles op vinden. Facebookpagina hebben we ook. En kijk erop, doe mee. Als je een vrijwilliger bent en je denkt van ik wil nog wat leuke dingen toevoegen hier... ...dat geldt niet alleen voor onze stichting, maar alle verenigingen. We zijn op zoek naar vrijwilligers. Iedereen heeft vrijwilligers nodig. Je kunt altijd wat betekenen hiervoor. Nou, heel helder. www.dillenburgpark.nl. Ja, het kan gewoon niet missen. En uh, wij hopen natuurlijk, als wij over pak uh, en beet vijf jaar hier weer terug zijn, dat er hier een geweldig mooi complex staat. Rin is heel erg hartelijk bedankt voor dit gesprek. Dankjewel. Ik ben uh, blij dat ik er